probeert de leeuwen af te leiden, zodat Fokko de pijl met verdovingsvloeistof op de zijkant van het achterlijf kan richten. Ja, klaar. Ondertussen liggen de leeuwen plat. De dierenarts checkt wel even goed of ze diep genoeg in slaap zijn. Ik zou wel graag willen dat ze niet wakker worden als ik beter ben. Nog een laatste check en dan kunnen Fokko en Milou aan de slag. Ik heb op deze chipreader heb ik het nummer. En dat correspondeert met haar chipnummer, dus het is inderdaad Mariska. Het inbrengen van het anticonceptiemiddel is daarna heel snel gebeurd. Fokko doet nog een paar laatste controles en noodzakelijke handelingen. En dan krijgt de leeuwin een spuitje om snel weer wakker te worden.